opkomst en val van een koffiehuisnichtje. Een verhaal uit de verlichting, de tijd waarin alles ter discussie stond wat lief en dierbaar was. Zoals geloof en samenleving, opvoeding en onderwijs en liefde en huwelijk. En niet alleen dat, maar ook koffie was heel belangrijk. In de grote Nederlandse steden ontstonden rond 1700 koffiehuizen, de voorloper van de cafés van tegenwoordig. Allerlei soorten mensen kwamen er, maar geen vrouwen, die werkten alleen in de bediening. Aan tafel kwamen allerlei onderwerpen ter sprake en ook werd er veel gelezen. Op de leestafels lagen allerlei soorten bladen, waaronder de Echo van de Wereld. Op 6 januari 1727 verscheen er een aankondiging in de Echo. Komende week zal de Echo in zee gaan met de op- en ondergang van een koffiehuisnichtje, onder het motto: wie bedriegt, wordt bedrogen. Het verscheen op maandag 13 januari 1727, maandag 20 januari, maandag 27 januari en op maandag 3 februari. Het verhaal was geschreven door de legende Jacob Campo Weijerman, geboren in een legerkamp en 70 jaar later gestorven in de gevangenis. Opkomst en val van een koffiehuisnichtje is voor ons een rijke bron van informatie over de 18e eeuw. De ideeën van de verlichting zijn terug te vinden, evenals de realiteit van het alledaagse leven uit die tijd. De koffiehuizen, de modetrends en actuele verschijnselen als rariteitenkabinetten en aandelenhandel. Belangrijke aspecten uit de verlichting komen aan bod, zoals armoede en prostitutie. Maar om die erin terug te kunnen herkennen, zal je eerst het verhaal moeten kennen. Opkomst en val van een koffiehuisnichtje speelt zich af rond 1720 en gaat over Nichtje, een mooi jong meisje die is opgegroeid op het platteland. Ze krijgt werk in Amsterdam, in het koffiehuisje van haar oom, een riante positie in die tijd. Ze bedient de gasten, maar ze flirt vooral veel met ze en de mannen met Nichtje. De mannen trekken haar op schoot en hebben zo hun eigen pleziertje. Nichtje, die zoiets op het platteland nog nooit had meegemaakt, is gecharmeerd en leert de liefde kennen. Dan stapt er een jonge officier het koffiehuis binnen en Nichtje wordt verliefd. Het is echte liefde, maar dan moet de officier weer terug naar zijn garnizoen. Nichtje besluit hem te volgen. Ze zoekt hem op en verliest haar maagdelijkheid. Op deze manier wordt zij zijn maîtresse. Een grote beslissing met nare gevolgen zal blijken. Nichtje kan nu nooit meer trouwen en een dame van stand worden. Haar gevoelens voor de officier verdwijnen en Nichtje is alleen en zwanger. Bovendien heeft ze geen geld voor haar en het kind. Ze zoekt hulp bij een oude vrouw in Amsterdam. Nadat ze een kind heeft gekregen, moet ze de kosten gaan vergoeden. Ze gaat de prostitutie in en wordt zo een hoerenmadam. Alleen de mannen van de laagste stand zijn in haar geïnteresseerd en er is niets meer van haar over. En zo blijkt uit dit verhaal dat de verlichting ook een donkere kant had. De eeuw daarvoor, de 17e eeuw, was de tijd van grote welvaart. Maar daar is in de 18e eeuw niet veel meer van over. De handel was verzwakt en de verschillen tussen de kleine groep rijken en de grote groep armen werden steeds groter. Er kwamen steeds meer bedelaars en prostitutie werd steeds normaler. Men was geïnteresseerd in seks en erotiek en veel drukkers en uitgevers verdienden hun geld met het verkopen van pornografische boeken. Bovendien moesten veel vrouwen zich in leven houden met prostitutie. Maar weinig vrouwen hadden een huwelijk en status en bovendien was er een vrouwenoverschot. Er waren geen voorbehoedsmiddelen en een ongelukje betekende dus het verlies van de status van een vrouw. Er waren wel enige regels met betrekking tot prostitutie, maar die werden niet actief nageleefd. Ook de opkomst van de straatlantaarns in de Amsterdamse straten zorgde voor meer prostitutie. De prostituees konden zich goed tonen in het licht en ze konden zich verschuilen in de schaduw als de politie eraan kwam. Uit het boek blijkt dat Nichtje in een bordeel van standing is beland, maar Nichtje was niet lang prostituee. Schoonheid en aantrekkelijkheid verdwenen snel bij dit soort leven en al snel werd ze afval van de grote stad.